Ajax-trainer John van het Schip miste recentelijk twee wedstrijden vanwege de bruiloft van zijn zoon Davy. Een emotioneel geladen gebeurtenis, gezien het verlies van zijn vrouw Danielle eerder dit jaar aan kanker. Danielle, die vastbesloten was dat de ceremonie zou doorgaan, overleed op 55-jarige leeftijd. Ondanks haar ziekte wilde ze dat het leven gevierd zou worden, zelfs na haar dood. In een interview met de Telegraaf deelt van het Schip zijn intense verdriet over het gemis van zijn vrouw. Hij benadrukt dat hij constant aan haar denkt en dat haar afwezigheid een leegte achterlaat. Desondanks moedigde Danielle hem aan om naar zijn tweede liefde, Ajax, terug te keren en zich volledig op zijn passie te storten. Van het schip beschouwt zijn vrouw nu als zijn grootste inspiratiebron, terwijl hij zich richt op Ajax, zijn kinderen, familie en vrienden als basis voor zijn rouwproces.